Wetsvoorstel geborgde zetels. Volledig heet deze wet voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de waterschapswet en de kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen. Normaal wordt een wet op een ministerie gemaakt, maar het kan ook zo zijn dat één of meerdere Kamerleden besluiten om zelf een wet te schrijven. Dat heet een initiatiefwet en dat is het wetsvoorstel geborgde zetels. De behandeling in de Tweede Kamer begint met een ronde tafelgesprek op 18 november. Wat is een ronde tafelgesprek en wat is mijn rol als voorzitter van de Unie daarin? Nou, een ronde tafelgesprek wordt georganiseerd door de Tweede Kamer om in een bepaald onderwerp iets dieper in te kunnen gaan. Men vraagt ze voor- en tegenstanders en ze vragen deskundigen. En de eerste ronde is met deskundigen. Hoogleraar waterschapsrecht, de schrijver van het rapport rondom geborgde zetels en ondergetekende als voorzitter van de Unie. In de tweede ronde komen de belanghebbenden aan de beurt. Dat zijn de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in het algemeen bestuur. Agrariërs, bedrijven, natuurterreinen, politieke partijen. En die moeten dan een vlammend betoog houden voor hun standpunt natuurlijk. En wat is nu mijn rol in dat rondetafelgesprek? Als voorzitter van de Unie kijk ik dan terug naar het proces van een jaar geleden, waarin we in 5 deelsessies gesproken hebben over het thema geboortezetels. En niet helemaal verrassend, daar waren we niet over eens. Maar de oogst van die gesprekken, een genuanceerd enerzijds anderzijds, is via de ledenvergadering in een brief naar de minister gestuurd. Daar zal ik aan refereren. Maar een tweede ding zal ik wel heel duidelijk aandacht voor vragen. En dat is een zorgvuldige procedure. Want in maart 2023 zijn er weer verkiezingen. En ruim voor die tijd, liefst voor de zomer van 2022, hebben wij duidelijkheid nodig. Want of we gaan door met het huidige systeem en dan kunnen we daarmee verder. Of we gaan door met een ander systeem en dan kunnen we daarop ons voorbereiden. Ik zal dus vooral aandacht vragen voor een zorgvuldige procedure. En het inhoudelijk oordeel en de inhoudelijke argumenten zullen moeten worden aangedragen door de vertegenwoordigers vanuit het AB zelf. De behandeling wordt vervolgd doordat de Kamerleden schriftelijke vragen kunnen stellen over het wetsvoorstel. Hoe zit het precies in elkaar? Welke wetten moeten worden aangepast? Wanneer gaat de wet in? Wat zijn de bezwaren? Wat zijn de voordelen? Enzovoort, enzovoort. Vervolgens moeten al deze vragen beantwoord worden door de initiatiefnemers. En dat kan een flinke klus zijn. Als vervolgens de Tweede Kamer besluit dat de wet afdoende is afgedaan, dus dat er geen openstaande vragen meer zijn, kan de wet worden aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Een week na de plenaire behandeling vindt de stemming plaats. Er wordt gestemd over het wetsvoorstel. En als de wet wordt aangenomen, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Eigenlijk vindt er een soortgelijk proces in de Eerste Kamer plaats als in de Tweede Kamer. Eerst wordt er besproken in de commissie die erover gaat, dat is commissie ook INW. Hoe gaan we dit wetsvoorstel behandelen? Maar in de meeste gevallen wordt dat ook schriftelijk. Schriftelijke vragen worden ook gesteld aan de initiatiefnemers over het wetsvoorstel. En ook hier moeten de Kamerleden de vragen beantwoorden van de Eerste Kamer. En ook hier besluiten ze, als het voldoende is afgedaan na 1 schriftelijke ronde, kan het worden aangemeld voor plenaire behandeling. En net als in de Tweede Kamer is ook de stemming over het wetsvoorstel een week na de plenaire behandeling. En dan is het wetsvoorstel klaar om in het Staatsblad te worden gepubliceerd. Daarbij staat ook de inwerkingtredingsdatum, dus wanneer het wetsvoorstel in werking gaat. Dat was het in een notendop.